stel ik ook geslapen? Ik heb super geslapen. Zalig, hè? Alleen, ja, weer een beetje te vroeg wakker, zoals onze biologische klok altijd is, hè. Als we dan eens gaan opstaan, zeker, ja. Hè? En eens kijken wat ons bed is. Oh, ik heb een zeer... Het is wel een hard bed, hè. Echt. Ik heb een zeer... Ik ben wakker geworden van mijn zere rug. En dat kussen, dat krakken. Elke beweging, krak, krak, nee. Krak. Waarschijnlijk is dat iets biologisch dat erin zit, maar... Ik weet het. Heb jij dat niet? Oh, nee, jij bent helemaal anders. Ik ben benieuwd naar het ontbijt. Een eitje van eigen dingen, hè? Een eitje van de kippen. En die eitjes gaan Eva en Dominique met cellen halen. Dat is een goed systeem. Amai. We zitten er al in. Amai. We zitten er in te broeien, dus die mag je niet meer laten doen. Pardon. Het zijn veel verschillende kleuren. Hè? Ja, er zitten ook verschillende leeftijden. Er zijn grote kippen en kleine kippen door elkaar. En... Ze zijn nog warm. Ja, op boerderij ik vind, zijn wel weinig dieren. Punt. Ja, op boerderij zitten direct aan koeien. Het is plukboerderij. Ja, het is... Dus...